We gaan naar onze laatste gast, Saskia. Oh, dan ben ik erachter naar Den Ouder, geloof ik. Ja, ik moest even heel goed nadenken. Ik val ook onverwachts in vandaag hier een beetje. Dus een tuincoach, heb ik begrepen. En dan denk ik, een tuincoach, hebben mensen tegenwoordig een tuincoach nodig? Maar ik zal je verklappen, vorig jaar is een van jouw collega's bij mij in de tuin geweest. Dus ja, mensen hebben een tuincoach nodig. Kun je ons meenemen in wat jullie project is, wat het doet en wat jullie ermee willen bereiken? Ja, dat kan ik zeker vertellen, maar ik wil ook wel graag horen hoe het voor jou was om de coach te ontvangen. Daar gaan we het dan daarna ongetwijfeld even over hebben. Ja. Dat is goed. Ja, ons project is vorig jaar dan al gestart. We willen heel graag Dordtenaren verder helpen met het vergroenen van een tuin. Dat is lastig. Als je een tuin hebt en je denkt, ik wil het anders doen, ik wil meer planten erin hebben of ik wil het anders inrichten, waar begin ik dan? Ja. En voor ons is het heel erg belangrijk dat mensen veel meer groen in hun tuin zetten, omdat dat ontzettend veel voordelen heeft. Waar planten staan kan regenwater de grond in zakken, het biedt een leefomgeving voor planten en dieren. Het is ook gewoon fijn om op groen uit te kijken. Mm-hmm. En als het heel erg heet is, als dat weer aankomt dit jaar, dan geeft het een groene tuin veel meer. Terwijl ik toch wel wat mensen ontmoet en ken die denken van groen in mijn tuin, ik plemp het vol met stenen, want daar heb ik geen omkijken naar. Ja, dat is inderdaad waar veel mensen voor kiezen. En ik denk ook dat dat komt omdat het best wel ingewikkeld is. Ik heb zelf ook een tuin, maar 10 jaar geleden aangelegd. En als ik met de kennis van nu had ik dat ook toen anders gedaan. En tegels neerleggen is dan een hele makkelijke oplossing. Maar ook dat moet je onderhouden. En dan gaat er weer onkruid tussen. Hoogdrukspuit. Ja. Mijn ervaring is dat je met hoogdrukspuit ook heel veel kapot maakt. En dan verruw je de stenen, waardoor er veel meer alg op gaat groeien. Dus ik snap dat mensen ervoor kiezen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat je ook met een groene tuin weinig onderhoud aan hebt als je weet wat je moet doen. En daar zit de crux. Wat moet je dan doen en waar begin ik? Daar is de tuincoach. Dat is dan wel heel spannend. Het is vorig jaar begonnen, zei je, het project. Ja. Is het project van de gemeente? Het is een gemeentelijk project, ja. Wij vinden het heel fijn als we samen met bewoners, of niet alleen maar fijn, heel belangrijk, dat we met elkaar samenwerken om meer groen in de tuinen en in het openbaar groen te hebben. Ja. En wat dan past bij de dingen die ik opnoemde. Dus dat het ook nog bijdraagt aan biodiversiteit, zoals dat dan heet. Maar een groene omgeving is fijner om in te wonen. En het meeste winst halen we uit de particuliere tuinen. Ja. Als je dat allemaal aan elkaar zou leggen, dan heb je een vrij groot oppervlakte wat je kan vergroenen. En als we dan samenwerken, dan kunnen we veel bereiken met elkaar. En daarom bieden we de tuincoach aan, maar ook ophalen van de tegels. Mm-hmm. En als het straks allemaal wat makkelijker kan, ook wel wat voorlichting of trainingen bij Wijzicht. Oké, want jullie zitten in het duurzaamheidscentrum Wijzicht. Ja, daar werk ik. Ja. En dat is onderdeel van de gemeente. Wat volgens mij recent ook weer zelf nogal... Ik bedoel, jullie hebben ook een tuincoach gehad, denk ik. Want er is heel veel veranderd rondom het gebouw, volgens mij. Ja, er is een stuk aangeplakt aan ons terrein. Het grasveldje wat er vroeger lag, is erbij getrokken. Ja. En er zijn hele mooie natuurlijke oevers aangelegd. Zodat het zicht op het aquarama, het blauwe gebouw, beter is. Maar veel meer groen ook. Persoonlijk vond ik dat dan weer jammer. Maar ik heb niet zoveel met dat aquarama qua gebouw. Maar, maar die snap ik ook wel. Ja, Ik loop er iedere dag langs heen, zal ik je vertellen. Ja. Want ik woon tegenover het duurzaamheidscentrum. Dan zie je dat blauwe ding staan. is het heel waardevol. Dat weet ik. Je moet er even in, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. En het ziet er nu nog een beetje kaal uit. Ja, het is net aangelegd. Maar daar komt ook beplanting. Begroeiing en, het is ingezaaid. Ja, ik werk veel thuis, dus ik ga daar weer kijken. Maar dat wordt gewoon heel mooi. En dat is ook wat natuur is. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Dat heeft de natuur nodig om te groeien. Ja. En mensen willen graag wat sneller resultaat. En een bestrate tuin heb je snel resultaat. Ja. Als je daarvoor kiest. Dus het zijn heel veel dingen die meespelen. Ja.
Nou ja, ik bedoel, je zei net al van ik wil ook horen hoe jij het vond. Ik zal bekennen, ik woon nu 3 jaar op de plek waar ik nu woon. En toen we het aantroffen, er staat een hele grote heg omheen. Mm-hmm. Twee taxussen die volgens mij ongeveer tot aan de hemel reiken. Ja. Ik kan me het gevoel van mensen die denken van wat moet ik met mijn tuin, kan ik mijn leven nog voorstellen. Want ik heb dat gevoel ook, hè. Ja. Wat doe je ermee? Dus dat was voor mij ook de reden. Vorig jaar toen ik er iets over las over die tuincoach, te denken van ik ga ook maar eens bellen van of ze een keer willen komen kijken. Je wat verlegen voelen met de ruimte die je best verantwoord wilt invullen. Mm-hmm. Ik vind dat best een puzzel, even los van het feit dat er heel veel werk aan zit. Waar begin je inderdaad? Ja. En dan helpt het best dat iemand daar wat ideeën voor aanreikt. En jouw collega kwam dan bij mij in dit geval. Dat was wel een aanstekelijk enthousiasme. Ja. Gewoon, ze heeft me zelfs over weten te halen om die taxussen niet rigoureus uit te trekken. Okay. Dat was mijn plan. Yeah. Maar ze denken, nee, je kunt ze toch altijd snoeien. Dan blijven ze toch wel hun waarde hebben. Dus het helpt wel om daar met iemand over te kunnen praten. Mm-hmm. Is dat ook jouw ervaring? Je komt ook bij mensen in hun tuin, neem ik aan. Dus, Niet zoveel als de tuincoach. Mm-hmm. We hebben haar ook gevraagd om het voor ons te doen, omdat zij echt de kennis in huis heeft. En voor mij meer algemene wijsheid. Ja, is. Hoe ziet die rolverdeling er dan precies uit? Wij coördineren het project. Mm-hmm. Maken met haar de afspraken waar we op ons willen richten. En zij brengt gewoon haar kennis en kunde mee. Dus dat is eigenlijk de verdeling. En voor dit jaar, vorig jaar zijn we gewoon in heel Dordrecht aan de slag gegaan. Konden mensen zich aanmelden. Ja. En dan kwamen zij op afspraak langs, ook vanwege corona. En dit jaar gaan we veel meer gebiedsgericht werken. Dus in februari zijn we actief in Dordwest. Dus het Krabbel, Wielwijk en Crispijn. Mm-hmm. En dan volgende maand in maart Dordoost, dus Sterrenburg, Stadspolders, Dubbeldam. En zo gaan we tot en met april aan de slag. En dan na de zomer gaan we weer verder. Ja, in dat gebiedsgericht werken, zoals je dat noemt. Wat hebben jullie daarvoor doelen voor jezelf gesteld? Wat wil je in die gebieden heel graag bereiken? Ja, nou, we vinden het vooral wat we dit jaar veel meer op in willen zetten, dat we nogal dichter bij de mensen zijn die ons niet zo makkelijk vinden. We willen ook wat meer aansluiten op de projecten die daar zijn. Dus stel dat er een groep mensen bij elkaar komt bij een koffieinloop die een gastspreker willen ontvangen. Mm-hmm. Dan kan bijvoorbeeld de tuincoach daar naartoe. Of als er wijkwandelingen zijn, dan zou je ook een wandeling kunnen maken langs tuinen. En dat de tuincoach daar wat over vertelt. Dus je kan veel meer dingen eraan vasthaken dan alleen maar alleen het tuinadvies. Ja. Dus dat is dat we ook wat meer ons willen verbinden aan wat er gebeurt in de wijk. Ja, en daarna na de zomer weer gewoon het tuinadvies oppakken. Ja, want dit zijn de beste maanden, hè? Het voorjaar en het najaar. We noemen ook het najaar wel eens het vergeten plantseizoen. Vroeger was dat veel meer dat je in het najaar dingen deed in je tuin. Maar er waren andere ideeën over dat het allemaal nu in het voorjaar moet. Maar dat ik zal je bekennen en ik denk dat stiekem denk ik dat dat voor heel veel mensen geldt. Ik heb helemaal geen idee wat het beste moment is om wat dan ook in de tuin te doen. Dus het is prachtig dat er iemand is die je daar begeleiding in kan bieden. Tenminste, ik vond dat wel heel waardevol om te ervaren en om mee te maken. Is dat ook hoe de vraag vanuit Dordrecht bij jullie binnenkomt en begint? Van, Help, ik heb een tuin. Ik heb geen idee. Ja, of mensen beginnen met, mijn planten gaan alsmaar dood. Mm-hmm. Maar dat zijn, het is wel, of mensen wonen al, net zoals jij, een tijdje ergens en willen gaan aanpakken en willen beginnen. We hebben ook mensen met een nieuwbouwtuin. Nou, die hebben het helemaal eigenlijk een soort gespreid bedje. Die kunnen echt bij nul beginnen. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik denk wel eens, is dat zo? Of hebben die heel vaak last dat in die nieuwbouwwijken de tuingrond die achter dat nieuwe huis staat eigenlijk van povere kwaliteit is? Ja, nou, dat was mijn situatie 10 jaar geleden ook. Dus je moet eigenlijk net een beetje zoals bij een pizza, je begint bij de bodem. Mm-hmm.
Dus dat is het gespreide bedje als je een nieuwbouwtuin hebt. Dat je kan investeren in je bodem. Meestal zit er allemaal zand in. Totaal geen bodemleven. Dus daar ga je eerst in investeren. Zorg dat er veel organische stoffen in zitten. Compost, dat je vocht kan vasthouden. Mm-hmm. Er diertjes in komen, want die hebben we toch nodig, die dieren. Ja. Zorg ervoor dat de bodem luchtig blijft. En dan ga je kijken, hoe wil ik mijn tuin gaan gebruiken? Woon ik alleen? Woon ik met een gezin? Wat is het lekkerste plekje om te zitten? En vervolgens ga je dat indelen. Maar het is best wel een klus. En best wel een puzzel. Ja, ja. En het is heel belangrijk dat je daar zelf goede ideeën over hebt. Zodat je ook, als je met een hovenier aan de slag wil gaan, dat het wel iets wordt wat jij heel graag wilt. Mm-hmm. En vooral als je voorstander bent van groene tuin en je wil dieren in je tuin, wat je dan ook aan beplanting erin kan zetten. Dus, De beplanting helpt ook om die dieren echt aan te trekken. Ik bedoel, we hebben recent weer de tuinvogeltelling gehad, geloof ik. Ja. Dat is ook zoiets. Mensen houden wel heel erg van vogels in hun tuin. Ja. Maar hoe zorg je dat ze dan ook inderdaad komen? Ja, ja, anders dan een kettingje met pinda's neerhangen. Ja, er is wat meer voor nodig. Hè. Vogels willen een nestgelegenheid, voldoende voedsel vinden. Maar ook kunnen vluchten in een struik of in een boom voor de kat. Mm-hmm. En het is als jij de enige bent met een groene tuin en al je buren hebben een betegelde tuin, dan is het ook best wel lastig voor die dieren om jou te vinden. Ja. En aan de andere kant hoor ik ook wel eens van mensen die heel graag vogeltjes in de tuin willen en het raar vinden dat ze niet komen. Maar ja, als jouw tuin helemaal vol betegeld is, dan is dat niet aantrekkelijk voor een vogel. Nee, dan krijg je alleen een wipkip. Ja. Ik weet niet of die... kunnen die scharrelen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat begrijp ik. Ja, jullie gaan nu eerst gebiedsgericht werken, maar kunnen mensen zich alweer bij jullie melden als ze na de zomer behoefte hebben aan een tuincoach? Of kunnen ze voor andere tips ook bij jullie terecht? Mm-hmm. Ja, het fijnste vinden we dat mensen een beetje kijken naar de maand dat hun gebied aan de beurt is. En we zetten dat elke aan het einde van de maand kan je op de website Groenblauw Dordrecht de informatie vinden. Mm. Zo kan je het alvast zien wanneer er is mijn wijk aan de beurt. Maar als er tussendoor een vraag is over een kleine vraag, kunnen we altijd proberen die alvast te beantwoorden. Mm-hmm. Maar het fijnste is als je inderdaad naar het spreekuur komt. Hè, want de tuincoach is bij jou echt in de tuin geweest. Mm-hmm. Dit keer doen we het echt op spreekuur, omdat we gewoon wat meer mensen willen bedienen. En je kan meedoen aan de online droomsessie. Onder leiding van de tuincoach. Dat klinkt als een heel veel dingetjes die er gaan gebeuren. Dus laten we ze toch maar even langslopen. Je noemde een website Groenblauw Dordrecht. Dordrecht. Ja. Dat is gewoon echt aan elkaar getypt groenblauwdordrecht.nl. Ja. Ik bedoel, dat is belangrijk. Dus daar kunnen mensen jullie in ieder geval ook vinden. Ja. Daar staan ook contactgegevens op, neem ik aan. Staan er ook tips op die site? Ja, het is een enorme site. Okay. Waar je, als je kijkt bij het kopje inwoners, mm-hmm. Dan kan je ook heel veel tips vinden met mooie foto's. Wat je kan doen aan halfverharding, dus bestrating waar ook regenwater doorheen gaat. Mm-hmm. Plantkeuze, hoe krijg ik dieren in de tuin, hoe kan ik regenwater opvangen. Dus echt heel veel tips, dus daar moet je zeker eens in gaan kijken. Ja. En ook bij datzelfde kopje inwoners vind je ook meer informatie over de tuincoach en de dromen. Sessies. Ja. En als je denkt, ik snap er niks van, kan je ons ook mailen. Nou, we gaan toch eventjes even door ermee. Droomsessies, een soort online workshop, begreep ik. Ja. Hoe neem je daar mensen mee in uiteindelijk hun eigen droom? Mm-hmm. Dat gaat dan onder leiding van de tuincoach. En ze gaat vragen stellen, ze laat ook voorbeelden zien. En dat begint ook weer van, als je in je woonkamer zit en je kijkt uit het raam, mm-hmm. hoe zie jij dan je tuin? Kan je van voor naar achteren kijken? Hoe schijnt de zon in je tuin? Heb je heel de dag zon in je tuin of maar een paar uur per dag? Hoe wil je de tuin gaan gebruiken? Dat zijn allemaal vragen die ze aan je stelt en geeft daar ook bij tips. Ja, zo'n droomsessie, is dat dan 1-op-1? Of zit je daar met een aantal mensen die diezelfde sessie volgen? Ja. En kun je ook nog met elkaar daarover van gedachten wisselen? Ja, dat is het allermooiste, als je elkaar ook misschien nog kan helpen. Mm-hmm. Maar ook inderdaad
het erover hebben hoe je beter een groene tuin kan maken. Ja, een stuk, maximaal 10 mensen. Ja, en dat is nu nog online, neem ik aan. Is het ook de bedoeling, zodra alles weer mag en alles weer kan, om dat soort droomsessies gewoon echt fysiek met elkaar te gaan ervaren? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat zou het mooiste zijn, maar voorlopig houden we het nog online. Omdat het ook dat ook wel werkt. Mm-hmm. Maar het liefst natuurlijk met elkaar bij elkaar. Ja, we hebben de afgelopen twee jaar heel erg geoefend om online heel veel met elkaar te kunnen communiceren. Ja. Dus, maar echt fysiek weer lijkt me ook wel enig. Ja. En bovendien hebben jullie natuurlijk een hele inspirerende locatie om ook mensen echt te ontvangen wat dat betreft, denk ik. Ja, dus, zeker. Ja, een wandeling door de tuin van Wijzicht is heel inspirerend, zeker. Ja, Ja, dan ben ik nog even aan het kijken. Ik bedoel, ik ken de tuincoach en haar enthousiasme. Heb jij nog waar leuke voorbeelden van dingen die zij ook terugkoppelt naar jullie, van wat ze meemaakt in die praktijk als ze bij mensen op bezoek geweest is? Kwam ze ontmoedigd terug van de overkant toen ze... Waar zijn we aan begonnen? Nee, nou ja, dat is natuurlijk wel. De mensen die we nu spreken, dat zijn mensen die al graag wat willen. En dat is super fijn. Dus met deze mensen kunnen we verder. En hopelijk inspireren zij ook hun buren om hun tuin te vergroenen. Maar wat zij teruggeeft is dat mensen soms verbaasd zijn hoe de natuur werkt, zeg maar. Hoe alles met elkaar samenhangt. Ja. Waarom heb ik geen vogels in mijn tuin? Ja, omdat er heel veel tegels liggen. Omdat je geen struiken hebt. En als die vogel in de tuin gebeurt, dan... Omdat ze onder die tegel geen wormpje kunnen vinden. Precies, ja. Denk aan de merel. Die heeft de wormen en de kleine insecten hartstikke hard nodig. Laat dat blad liggen. Blad is niet erg. Je moet natuurlijk wel van je straatje vegen, want anders kan je uitglijden. Maar je kan dat blad in je borders doen. De natuur heeft geen afval. Die ruimt die bladeren op. Het draagt allemaal bij. Dus het besef dat we onderdeel zijn van een kringloop, dat komt soms tot uiting in een gesprek met de tuincoach. Dus dat vind ik zelf heel waardevol, omdat het daarmee begint. Dat we beseffen dat we onderdeel zijn van iets groters. Ja. En daar is niks geks aan eigenlijk. Ja, dat is wel grappig. Ja. Je moet ineens denken aan... Ik had van de week een gesprek met iemand die zei van... Als je naar een tuincentrum gaat, dan is het eerste wat je ziet bij het tuincentrum, dat zijn tegels en stenen. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg bijzonder. Dus, er is ooit voor gedacht dat mensen dat nodig hebben. En ik snap het ook wel. Kijk, we zijn allemaal gaan werken. En de tuinen zijn ook in sommige gevallen ook gewoon klein. Mm-hmm. Dat is heel ingewikkeld. En als je dan hoort van dit is een hele goede keuze, leg er mooie tegels in. En ook het idee dat tuinen allemaal strak moeten zijn. Mm-hmm. Dan krijg je dan een soort mode, je tuin als huiskamer. Nou ja, weet je, dus dan krijg je zo'n beweging dat daarvoor wordt gekozen. Ja. En we hebben het er net over hoe ingewikkeld tuinier is. Dus Ik wens jullie in ieder geval reuze veel succes met jullie bijdrage om tuinen te vergroenen. En daarmee Dordrecht ook wat groener en leuker en mooier te maken. Dank je wel dat je dat hier hebt willen komen vertellen. Doe de tuincoach de hartelijk groeten. Zeg maar dat wij dit voorjaar het plan echt ter hand gaan nemen. Dat dus, is belangrijk. Jullie gaan verschillen merken. Dames en heren, dit was Via Cultura Weekend Magazine voor deze week. Tot volgende week. Weer met een andere presentator dan. Tot ziens.